Ik zou zeer graag 51% van de stemmen halen, dan moet ik geen compromissen sluiten. Ja, maar dat lijkt me misschien zover zijn wat, we, zover zijn we nog niet. Misschien nog wat hoog gegrepen. Ja. Ik wil niet in de horrorwereld van Michel de Kok terechtkomen. Nee. Maar ook kiezen welke partijen geven wij aan een publieke omroep. Het blijkt ook uit het programma. Alle kritische stemmen moeten weg. Als er kritiek is, dan moet dat weg. Dat staat... Meer geld voor daarom willen geen Vlaams Belangers in uw raad van bestuur, omdat kritische stemmen welkom zijn bij jullie. Nee, laat u mij even uitpraten. De reden dat wij de heer Brusselmans problemen mee hebben in de Raad van Bestuur, is dat hij niet als goed bestuurder handelt. Dat is iets heel anders. Maar u heeft, voordat hij één stap in uw Raad van Bestuur had gezet, heeft u gezegd dat hij xenofoob is. Ik wil hem niet in mijn Raad van Bestuur. Hij heeft gezegd dat hollybees abnormale mensen zijn. Dat heeft hij absoluut niet gezegd. En als u leugens nodig heeft om te bepalen wie al dan niet in uw Raad van Bestuur hoort te zitten, dan bent u vooral heel verkeerd bezig. En toont u dat de linkerzijde, die zogenaamd tolerant wil zijn, dat dit heel moeilijk heeft met rechtse opinies. Ik wil uw plannen over cultuur. Meer geld voor cultuur, Michael. Dat is goed. Meer geld voor cultuur is goed, maar je ziet hoe problematisch de relatie natuurlijk is. Je ziet dat, dat staat in het programma, dat kritische stemmen niet horen. Maar, dat staat... Op welke pagina? In hemelsnaam, alsjeblieft. Ja. Pagina 76. Leugens, alsjeblieft. Ja. Pagina 76. Ja, er staat kritische stemmen horen niet, staat niet op pagina 76. U mag dat straks tweeten en ik trakteer u een bak duvel als het daar staat. Nee, ik drink geen duvel, maar los daarvan staat het erin. Citroenzuur. Meer geld voor cultuur, daar waren we. Dus als dat het effect, het gevolg daarvan is dat de kritische stemmen moeten verdwijnen. Hè, dus cultuur staat eigenlijk haaks op alles waar het programma van Vlaams Belang voor staat. Dat is met name weerbarstigheid, buiten de lijntjes kleuren. Dat is stoutmoedigheid, dat is vrijheid. Wat willen zij? Wat staat er in dat programma? Wij willen een cultuur, en dat is de instrumentalisatie van cultuur, die de identiteit van de Vlaming versterkt. Er zijn ook maar twee soorten mensen volgens dat programma. Dat is de Vlaming en de vreemdeling. Ik was volgens de collega van... meneer Janssens, een slechte Vlaming, die zijn er dus ook nog. Maar er zijn dus die twee soorten mensen. Nu, dat is het programma. Maar wat is er nu de laatste weken gebleken? Nu de maskers stilaan aan het vallen zijn, en dat blijkt uit het interview vorige week in de Standaard over het stuk van Stijn Broens. Wat zegt hij letterlijk? We gaan met een stormram de cultuur bestormen. Met een stormram. Wat zegt Bart van Opstal, collega van meneer Janssens, op Twitter tegen mij? Hou je maar klaar, de grove borstel komt eraan. Wij spelen met onze sector in Vlaanderen, in de Warande in Turnhout, in de Spil in Russelaar, in het Blikveld in Bonheide, in het Aanbeeld in Aartselaar, in de Werf in Aalst. Heel het Vlaamse landschap waar die zalen vol zitten. Mm-hmm. En eigenlijk zegt het Vlaams Belang, dat moet weg. Het is zeer interessant om te horen wat u leest van tweets van partijgenoten. Want wat heeft meneer Broens gezegd dat hij met een stormwal de poëzie... de cultuursector gaat aanpakken? Ik ga daar dadelijk op antwoorden, als ik even mag. Want kritische stemmen moeten kunnen, vind ik. Maar u moet dus uw Twitterlijn afgaan. Politiek krapul. Als u spreekt over Vlaams Belang, politiek krapul. Dat staat letterlijk op uw Twittertijd en ik zal het straks retweeten. U wil meer geld voor cultuur, dat staat inderdaad. Maar het moet anders zijn. Maar begint vanzelfsprekend. Anders dan wat er nu gebeurt. Dus wat gaat u schrappen? Er wordt Vlaams belastinggeld besteed aan het versterken van de Vlaamse identiteit en cultuur als het aan het Vlaams Belang ligt. Wat een vreselijk scenario dat we Vlaams belastinggeld van de Vlaamse belastingbetaler gaan inzetten om onze Vlaamse cultuur te promoten. Dat wordt het criterium. Maar dat is één van de criteria. Maar heel die linkerzijde gaat op zijn achterste poten staan als er alleen nog maar een kanon komt of het verhaal van Vlaanderen. Niks mee te maken. Dat is de linkerzijde die dat kritiseert. Maar wat gaat u programmeren in de Warande volgend jaar? De onafhankelijke commissie die de kanon heeft samengesteld werd door vooruit de collaboratiecommissie. Naast de kwestie. Die zelfhaat bij de linkerzijde in Vlaanderen is zeer uniek, maar vooral stuitend. Wat gaat u bijvoorbeeld in de KVS? Wat gaat u met de wat KVS is met die stormram? Leg eens uit. Maar de stormram... Je hebt altijd nieuwe kandidaten die op een lijst staan die met enige sturm en drang zich willen manifesteren. Maar we willen absoluut onze Vlaams Belang klemtonen gaan leggen in het cultuurbeleid. Een stormram mag het nog even? Meneer De Kok, zit u de Raad van Bestuur ook zo voor? Mag niemand anders daar spreken, behalve u zelf? Domineert u daar ook de gesprekken of mogen andere mensen ook iets zeggen? Want ik zou nu graag uitleggen
zeggen wat er in ons programma staat, want u heeft er alleen maar leugens over verteld. Ja, wat Janssens. Wij dus willen, ja. is dat er inderdaad een ander cultuurbeleid wordt gevoerd. Ik heb absoluut geen probleem met cultuur. Wel, in tegendeel, ik vind het als nationalist de taak van de politiek om cultuur te stimuleren, maar we gaan dat wel op een andere manier doen. Het politiek activisme, het woke-activisme, zoals Hart Boven Hart, Savaria en andere organisaties, dat moet niet met Vlaams belastinggeld. Die verenigingen die mogen blijven bestaan, maar de belastingbetaler moet daar zonder niet subsidies. Voor opdraaien. Ja. Etnisculturele organisaties, zoals de Turkse vereniging of de Marokkaanse verenigingen, die terugplooien op hun eigen etniciteit, die worden gesubsidieerd via het cultuurbeleid. Dat gaat dus niet naar theater, dat gaat niet naar kunst, dat gaat niet naar literatuur, ja. maar dat gaat naar verenigingen die de segregatie promoten en de integratie tegenwerken. Wat gebeurt en nee, er? Daar wil ik met het Vlaams Belang geen belastinggeld aan geven. En dat is ook de fout van Jan Bon en de N-VA die al 20 jaar in de Vlaamse regering zit, om dat linkse activisme, dat woke-activisme en de etnisculturele subsidies niet te schrappen. Wat gaat u met de KVS doen? Maar ik heb geen probleem met de KVS, maar de KVS heeft natuurlijk... De oorspronkelijke doelstelling van de KVS was om het Vlaamse, het Nederlandstalige cultuuraanbod in Brussel te versterken. Ja, daar zit men vandaag de dag wel heel ver vandaan. Het is een beetje een multicultureel eiland geworden waar aandacht voor Nederlandse taal, cultuur en theatergezelschappen nog zeer weinig aandacht aan wordt besteed. Maar ik stel ook vast dat ze kennen het cultuurlandschap niet. Ze weten niet waar ze over spreken. Dat is stuitend. Maar dat is het. Dus als ik het daarnet, maar als u spreekt zich ook uit over de politiek. Michael, ja. Mogen wij dan ook aan cultuur? Want als u aan politiek wilt doen, dan moet u op een lijst gaan staan. Ja. De Kok. Dan moet u geen artistiek directeur van een cultuurcentrum worden. Dan moet u aan politiek gaan doen. Want inderdaad, er worden allemaal theaters genoemd, waar allerlei theaterproducties staan, van ook de organisatie die u noemt. Maar wat is er nou... Wat is een voorstelling geweest afgelopen seizoen? We zitten nu bijna aan het einde van het theaterseizoen, waarvan u zegt, ja, dat willen we gewoon niet meer eigenlijk. Gewoon wordt er over gepraat binnen de fractie? Van, nou, ik heb nu toch een voorstelling gezien, dit moeten we echt niet meer willen. Wat noemt u ze voor? Maar denkt u nu werkelijk dat wij een fractie zijn van cultuurbarbaren die alleen maar naar theater of welke... Maar u kunt toch een voorbeeld noemen van dat u zegt, nou, daar is iemand geweest van ons en die heeft gezegd, nou, dit soort dingen moeten we niet meer willen. Heeft u een voorbeeld? Wel, er zijn zelfs mensen naar uw show komen kijken en ze vonden het nog geweldig ook. Dus misschien ga ik dat ook wel een keer moeten doen. Maar waar wij de klemtoon op willen leggen... Welke voorstellingen wilt u niet meer? Ik vind dat wij in Vlaanderen veel meer aandacht moeten besteden aan lokale cultuurverenigingen, aan authentieke Vlaamse cultuur. En als ik moet kiezen, gaan we... die lokale verenigingen ondersteunen, waar heel veel Vlamingen aan deelnemen, miljoenen Vlamingen aan deelnemen, maar die geen subsidies krijgen omdat ze via de projectsubsidies niet aan bod komen, omdat ze niet inventief genoeg zijn, omdat ze niet experimenteel genoeg zijn. Als ik moet kiezen tussen die lokale cultuurverenigingen, Vlaamse authentieke verenigingen ondersteunen of experimenteel theater waarbij men met piemel staat te zwaaien op een podium of seks heeft voor kinderen of katten in moet de lichtpoint... Moet u eens proberen, meneer Janssens. Dan kies ik absoluut voor dat eerste. Brede cultuurparticipatie zijn waar we een grote groep Vlamingen mee gaan bereiken en niet de happy few van de politieke en de culturele elite. We hebben 30 jaar lang in Vlaanderen, sinds Rika de Bakker, een fijnmazig web van cultuursubsidies. Ik ben het niet altijd eens met die beslissingen. Hè. Dus een systeem om te subsidiëren waar je voor kan aanvragen. Dat zijn mensen die maken allemaal voorstellingen. Die gaan daarmee de boer op, die gaan daarmee in heel Vlaanderen spelen. Die ontmoeten publiek, die zalen zitten vol. En die gaan daarmee in contact met dat publiek. Dat is wat op het veld gebeurt. Wat er aan de zijlijn gebeurt, bij mensen die nooit zijn komen kijken naar een voorstelling van KVS of die in die cultuurcentra blijkbaar niet komen, dat is roepen dat het anders moet. Zelfs de DKO, het deeltijds kunstonderwijs, cultuur op de VRT, amateurgezelschap, dat is één grote cultuurbeleving die ondersteund wordt door belastinggeld en door ticketinkomsten, want er zijn heel veel eigen inkomsten, door federale subsidie, tax shelter. Dat is een heel complex web. Men komt niet verder in dat programma dan te zeggen en nu is het aan ons, het moet weg. Het revanchisme, de haat, de afkeer haalt de bovenhand op elke positieve visie die er zou kunnen zijn voor cultuur. En dat is
echt heel, heel erg. Heel maar triest. Onze positieve visie is... Kijk, als u het heeft over... Onze visie is, we gaan zoveel mogelijk Vlamingen betrekken. We gaan drempelverlagend werken. We gaan niet werken met experimenteel theater waar je maar een handvol mensen experimenteel theater? Mee brengt. Ik heb net een aantal voorbeelden gegeven. Nee, u heeft over Piemelzwaaiers gesproken. U heeft geen enkel voorbeeld gegeven. Dat is helaas de realiteit. Dat is helaas... Zoek mij de laatste. Ja, dat ga ik zeker ontkennen. Zelfs mocht het gebeuren, u heeft geen benul van waarover u spreekt. Van wat die stukken zijn. Hoeveel van uw cultuurhuizen zouden nog overeind blijven als ze niet aan het subsidieinfuus hing? Men gaat van subsidieronde maar naar subsidieronde. U krijgt, denk ik, 3,5 miljoen euro per jaar van de Vlaamse belastingbetaler alleen al maar voor werkingssubsidies. Dat is bijzonder veel geld. Wij dan zeggen, wij willen daar democratische controle op hoe die subsidies besteed worden, dan zegt u, ja, nee, Vlaams Belang is... Er wordt in Vlaanderen gesubsidieerd in tal van dingen, in onderwijs, in kinderopvang, in cultuur. Als u... De regio, het is geen land, Vlaanderen, wil terugkatapulteren naar de 19e eeuw met die visie van we gaan alleen nog maar lokale groepen ondersteunen. Als u een heel veld van theatermakers die over heel de wereld geloofd worden, eigenlijk wil zeggen, daar gaan we niet meer aan meedoen, dat zegt u hier. Ja. Nee, u wil eigenlijk gewoon als Vlaamse linkerzijde het cultuurdomein blijven monopoliseren. En wij vinden dat er ruimte moet zijn voor pluralisme. Mag ik dan dus iets... Want ik heb net gevraagd, wat mag er nu niet meer volgens u? Toen kwamen we met zwaaiende piemels en vliegende katten. Trouwens, dankzij de realiteit, door u zo gehate woke-gemeenschap wordt er echt niet meer met piemels gezwaaid op het toneel. Hoor. Die is voorbij. Mag ik het anders vragen? Wat is de laatste keer dat u geïnspireerd bent geweest door iets? Een dichtregel, iets wat u zag op toneel of een kunstwerk? Ik word vooral geïnspireerd door de boeken die ik lees. Ik word ook geïnspireerd door de kleine dingen van het leven. Dat zijn mijn petekindjes en de glinster in hun ogen en hun lach op hun gezicht. Als we een mooie tijd beleven in de dierentuin of waar dan ook, zelfs in een cultureel centrum. Ik ga samen met hun naar het lokale theater kijken. Dat zijn allemaal dingen. De kleine Vlaming wordt daarmee bereikt. De politieke of culturele elite kijkt daar een beetje op neer. Ik moet het helaas afsluiten. Nog één vraag. Gaan jullie de post claimen als jullie de kans hebben? Het laatste waar ik mee bezig ben, is met postjesverdeling. Uiteraard zou ik eens graag een kentering brengen in het cultuurbeleid zoals dat de voorbije decennia is gevoerd. Ja. Want minister Jan Jambon heeft helaas al die linksactivistische organisaties blijven subsidiëren. Ja, wij willen dat met het Vlaams Belang graag afschaffen. Meneer Jambon houdt van vliegende katten. Dat gezegd is. Jan Jaap.